Hey iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van BioWit Video. Na lange tijd post ik weer een video. Goed, vandaag gaan we het hebben over atherosclerose. En we noemen dat in het volksmond slagaderverkalking. Je weet dat in Suriname hart- en vaatziekte doodsoorzaak nummer 1 is. Nog steeds nummer 1. Dus we gaan dan even kijken hoe dit allemaal eigenlijk gebeurt in het menselijk lichaam. Zo ziet de doorsnede van een gezonde slagader eruit. De wand is elastisch, zodat het goed kan meeveren met de veranderingen in de bloeddruk. Wanneer het hart samenknijpt om het bloed weg te pompen, wordt de druk in de bloedvat hoger en de wand van de gezonde slagader vangt deze drukveranderingen op door wijder te worden. Soms treedt er beschadigingen in de bloedvatwand op. Dit kan gevolg zijn van een te hoge bloeddruk. Mensen met diabetes hebben het risico op zulke beschadigingen. Door de verhoogde glucosewaarde in het bloed kunnen de binnenste lagen van de bloedvaten langzaam beschadigd raken. Ook giftige stoffen die je binnenkrijgt door bijvoorbeeld roken, kunnen de bloedvatwand beschadigen. Hoe ouder iemand is, hoe meer kans er is op dergelijke beschadigingen. De kans is dan groter dat de bloedvaten worden blootgesteld aan de risicofactoren die hiermee genoemd zijn. Cholesterol dat in het bloed zit, plakt vast aan de ruwe beschadigde bloedvatwand. Het lichaam kent twee soorten cholesterol, namelijk HDL en LDL. HDL wordt gezien als de goede cholesterol, LDL als het slechte cholesterol, omdat dit type cholesterol vastplakt aan de beschadigde bloedvatwand. Er volgt een ontstekingsreactie. De beschadiging met daarop het vastgeplakt cholesterol triggert het afweersysteem en macrofagen gaan naar de beschadiging toe. De macrofagen gaan dan in de bloedvatwand zitten en nemen dan de cholesterol in zich op. Daardoor veranderen de macrofagen in schuimcellen. Er ontstaat dan een verdikking in de wand en dat wordt een plak genoemd. Er komt calcium bij en de plak verhardt. Calcium maakt de bloedvatwand hard. Nu is er sprake van atherosclerose. Atherosclerose betekent letterlijk de verkalking van een slagader. Daardoor gaat de elasticiteit van het bloedvat omlaag. Wanneer het hart bloed wegpompt, moet dit bloed dus door een bloedvat dat niet meer goed wijder kan worden. De bloeddruk gaat daardoor omhoog. Eigenlijk kom je zo in een vicieuze cirkel terecht. Want hoe hoger de bloeddruk, geef je een grotere kans op een beschadiging in de bloedvatwand. Daardoor wordt de bloedvatwand ook nauwer doordat plak steeds meer ruimte inneemt. Ook hierdoor stijgt de bloeddruk. Wanneer de plak groter wordt, ontstaat er soms een scheurtje waarbij de plak openbarst. Daardoor komt het plak in contact met bloed, waardoor het bloedplaatjes reageren. Hierdoor ontstaat er een bloedstolsel. Er kan een totale blokkade van de bloedvatwand ontstaan en ook losschiet en meegaan met de bloedstroom. Dat losschieten van stolsel is op deze manier beter te zien. Hier zie je dat een groot deel van het stolsel losschiet. Het stolsel kan een kleinere bloedvatwand vast komen te zitten. Je hebt dan trombose. Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. De gevolgen kunnen enorm groot zijn. Het weefsel achter het bloedvat krijgt geen zuurstof en voedingsstoffen meer, sterft af. Hier kijken we eerst wat er gebeurt bij een hartinfarct. Rondom het hart zitten haarvaten, de kransslagaders, die het hart voedingsstoffen en zuurstof voorziet. Het hart moet 1 à 24 uur pompen en hiervoor is veel energie nodig. Bij een gezonde doorbloeding krijgt het hart voldoende voedingsstoffen en zuurstof, zodat de aerobe dissimulatie genoeg energie aan de cellen kan leveren. Wanneer in een aanvoerende slagadertje een stolsel komt te zitten, krijgt het weefsel daar achter ligt geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Daardoor is er geen dissimulatie mogelijk. Het weefsel sterft dan af. Dit wordt dan een infarct genoemd. Afhankelijk van de plek van het stolsel volgt een grote of kleine infarct. Door middel van een medische ingreep kan de bloedvat
weer weder gemaakt worden. Met een ballonnetje wordt de bloedvat uit opgerekt. Deze ingreep wordt dotteren genoemd. Hierdoor kan er voldoende bloed door de bloedvat stromen. Meestal wordt er ook een stent geplaatst. De stent zorgt ervoor dat het bloed terugveert naar de behandeling. Raak de stolsel vast aan een kransslagader, volgt een hartinfarct. Raak een stolsel in een haarvat in de hersenen, dan volgt een herseninfarct. En in de longhaarvaten een longembolie. Ook in andere delen van het lichaam kunnen dunne bloedstolselsproblemen ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen. Een gezonde leefstijl kan preventief werken tegen atherosclerose. Zo behoren voldoende beweging, gezonde voeding en ontspanning bij een gezonde leefstijl.